Ja, ja, hier is Fischie weer en ik ben hier samen met Remco. Dit is wedstrijd van de week. Ik heb 3 vragen aan jou. Mag ik die 3 vragen stellen? Ja. Hype voor FIFA 21? Valt mee, maar wel zin in op zich. Ajax wordt kampioen? Weet niet meer, na de transferperiode. Nederlands elftal wordt Europees kampioen? Nee, dat niet. Dat zijn de 3, denk ik, belangrijkste vragen voor deze finale van het hele seizoen. We waren allemaal blij dat het werd uitgesteld, EK. Maar ik denk eigenlijk, misschien hadden we toch wel moeten spelen. We waren toen in vorm, zeg maar, had ik het idee. Nou ja, tegen de laatste wedstrijd tegen Italië ging het al aardig, moet ik eerlijk zeggen. Het is nu gespeeld, dus nu zou ploegen er ook op voorbereiden dat ze met 5 legers kunnen gaan spelen. En dan de 1-0 die zat er wel heel makkelijk in toen bij Ajax. Dat was nog was zo'n gat dat als de Nederlandse dijken zouden zijn, zou het niet best zijn. Nee. Zeg maar, jezus. Hey, ik zit trouwens hier in Veen 100 hier en dat is 100 jaar. Dat is dit. Ja, nou het zal wel, weet ik veel, maar ik zie het er wel staan. 100 jaar, dat Heerenveen is, oké. Nieuwe FIFA, nieuwe kleurtjes in ieder geval. Ik zeg altijd voor de gein van, bij een nieuwe FIFA is gewoon elk jaar FIFA, doen ze gewoon eerst gaan ze kleur veranderen. En dan is het gewoon safe en dan... Copy-paste. Kom, klaar. Maar in ieder geval, het ziet er wel vet uit. Ik vind het wel een mooie kleurcombinatie, paars, blauw. Ik heb het eerst nog niet gespeeld. Ik heb alleen, hoe heet dat, toen met co-op gedaan. Ja, we hebben een co-op sessie gedaan. Dat ging niet heel erg goed, zeg. Maar ik ben wel bang dat als we tegen elkaar gaan, dat er wel veel goals kunnen gaan vallen als ik zie hoe het speelt. Het is best wel open huis, hè, lijkt wel een beetje. Aanvallend open huis, zeg maar. Dat, dus ja, we gaan het gewoon zien. Ik hoop dat de kids een beetje goed zijn. Ja, het enige worden is wel gelukkig dat we een beetje een nieuwe... gewoon dat de personen een beetje kloppen, zeg maar, nu. Ja, dat is echt voordeel. Want op het laatst was het een beetje moeilijk om te fixen. Er is niks gebeurd in de Eredivisie. Niemand is gepromoveerd, niemand is geregedeerd, dus dat scheelt weer. Dus dat zijn allemaal dezelfde teams. Wat verwacht je, Ajax Heerenveen? Ajax laatste wedstrijd trouwens wel verloren. Dat ja, ook nog eventjes. Best. Ik vind ze echt een matige indruk maken. Tenminste, voor de interlandperiode. En dat baart me wel met zorgen, dan zie je wat PSV allemaal heeft gekocht nog in de laatste transferperiode. Ja, gutsen. Van ja, ik zou eigenlijk niet zomaar meer opschrijven als nummer 1. Maar ja, eigenlijk is wel echt een hele brede selectie. Maar ja, ik vraag me af, hadden ze niet nog spits moeten halen? Dat is de vraag. Ik denk dat het nu een beetje te weinig is misschien wel. Ajax doet dit jaar. Dit is de Havi van PSV. Die heeft gewoon 4 keer gescoord deze interlandperiode voor Israël. Ik kende hem echt totaal niet, maar het is best wel een goede spits als ik al die cijfers zie. We gaan het zien. Ja, we krijgen natuurlijk alle belangrijke tussen haakjes wedstrijden. Echt de doppers, zeg maar. Verschrikkelijk, toch? Richting het einde, toch? Dat, slaat het nergens op. Het wordt wel een extreem zware periode ook. Stel dat Ajax wel Champions League haalt of zo. En kan dan ook nog een keertje in de volgende ronde komen. Ja. Zeg maar, dan gaat het wel echt gewoon, zeg maar wat veroorzaken, zeg maar, bij de spelers. We moeten maar afwachten of het dan allemaal opgelost met corona, want dat was de reden. En dat ze dan weer gewoon publiek kunnen spelen. Nou, ik vraag hem nog af hoor, dat het gaat lukken. Ik denk het niet, om heel eerlijk te zijn. Maar dat gaan we zien. Ajax, Heerenveen, 3-1. Ik zeg 2-1. Oeh. We gaan het zien, over naar de wedstrijd. Hallo allemaal, dit is Amsterdam. En we heten u al een hartelijk welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. Het is Jeroen en mijzelf een eer om ik weet niet hoe hard mijn geluid is eigenlijk. Ik hoor niks, dus ik moet altijd maar eigenlijk even fixen. Is ook mijn audio geluid heel zacht. Oh, ik zie al de spelers lekker meelopen. Ja, en ik zie ook dat mijn spelers lekker meelopen als ze veel op de roltrap zitten. Zo. Die maar wat graag willen laten zien. Wat was dat dan? Ja, gelukkig, dat is nieuw. Gelukkig is geen publiek, want dan krijg je dat het hard is. Maar dat kan niet en dat geeft dus heel veel dynamiek en lading aan deze wedstrijd. Dit is ook verbouwd hoor, ik krijg gewoon lekker diepste ballen en gaan die benauw. Nou, wat is dat nou? Wat is een kutjes voetbal? Doe dat niet, het ging ook fout. Ajax rukt op naar de goal. Oh, wat een vast dit. Ik was de verdediger helemaal niet. Dit doet hij zichzelf. Kunnen ze profiteren van deze pass? Hij zit Jezus. In het midden voor. Oh, die is heel slecht. De voorzet was goed, maar ze komen er niet aan. Wat? Richting de eerste paal gespeeld. Nou, Veerman is op 3 meter. Je kan het wel inkoppen daar. Oh. Tot nu ook. Ik doe 1 knopje verkeerd en je bent er gewoon door dan met de verdediger. Vincent Promes.
Schiet kans. Sterk. Wel een lekker redding wel. Zag het niet heel raar uit. In het midden van de 16. En opnieuw een hoekschop. Wat? Ja, dat zag ik ook niet, maar ja, het zal. Voor in het 16 meter gebied. Nou, weer een corner zeker nu. Ja. Nou, uiteindelijk levert dat dus niet op. Wel of je corners oefenen, dat is wel lekker. Hoekschop komt voor. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Zo. Goed geblokt dat schot. Gaan we weer. Henke Veerman. Oh. Goed verdedigd. Ze zit ertussen. Steek die bal maar door. Oh nee! Kan hij hiermee? Oh, oh my god! We hebben raardere tegenkomst gekregen. Die hadden we altijd erin, maar deze zou het wel tegen. Zakaria Labiat. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Oh, nee, ik ben toch een beetje bang voor die keeper. Dat is allemaal de bal vast houden. Je merkt het ook aan de frustratie onder de supporters. Het tempo moet omhoog. Allemaal op Veerman, hè. Zijn toch twee, dus kan niet fout gaan. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Moet die scheidsrechter dacht wel veel toe, moet ik zeggen. Wat is het toch een mooi eerbetoon dat het stadion van... Nee, ja, dat is hem. Hier kunnen ze voorkomen. En daar maken ze de eerste leeftijd. Nou hoor, denk je niet. Ja, maar die zijn er wel uitgekomen. Het loopt gewoon lekker. En ze weten elkaar goed te vinden. En als die kans dan komt, ja, dan hangt hij meteen. Ja, ja, dat is. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslagen counter. Ik vind het echt erg, hoor. De omschakeling. We hebben gewoon een goed jaar. Iedereen krijgt een gameface. En dan is het niks. Gewoon geen ondersteuning, niks meer. Alles goed. Hij was er opeens vandoor. Heel mooi. Hey. Oh, Joe Veerman. Nou, laten we even staan ook die spelen. Oh my god. Oh, ja. Oh, daar heb toch 20 keepers in het spel. Dus het, oh, ik druk verkeerd. Nou, kutballetje dus. Ach, goeie bal. Nana stopt dat soort schoten makkelijk. Hey, dat is rest. Het sluitsignaal voor de stand is 1-0. De Friesen mogen de tweede helft beginnen. Nou, goed, zo even lekker kut aan het begin is altijd slim. Nou, lekker kiep naar de tegenstander, jezus. Oh, Veerman weg, ja. Onreglementair afgestapt op een gevaarlijke plek. Dat is mijn eerste gele kaart. Kijk dat, vindt de scheidsrechter dat niet goed? Nee. Gele kaart. Nou, ik vond het eigenlijk nou, veel mee. Je weet dat ik het ga proberen, hè? Die vrije trap eindigt in de hand voor de keeper. Ik hoop dat telt als een schot op doel, want het is goed voor de statistieken dan. Dusan Tadic. Voordeel voor Ajax. De aanval van Amsterdam is kan... Voordeel dat is totaal, weg. Dat is geen voordeel, hè, scheids. Het ziet er veelbelovend uit. Nee! Nee, ik, zo, bijna een onge... Ik zweer het, als hij gewoon gaat liggen... Oh! Oh, nee. Oh! Als hij gewoon gaat liggen... Dammit! Jij ging opzij, stress. Die chemicaat tekst ontwijkt nog graag. Maar ik had het niet nodig. Dit was zo'n typische 2 tegen 1 situatie. Twee aanvallen. Lekker verdedigen, lekker achter de man staan. Ja, jezus, de mensen. Deze gaat met de rug naar de bal toe, volgens mij. Dat zou ik niet doen in je eigen 16 als ik eerlijk ben. Met visie gespeeld, hoor. Voorzet bij de tweede paal. Dat is geintje, hè? Dit is gewoon een geintje, hè? Wel mooi goal. Raak ik hem of jij hem nou? Ja, jij raakt hem. Je schouder. Nee, ik dacht dat jij hem eigen goal ophoudt. Nee. Die goal. Nee, hij gaat gewoon via je schouder. Ik zweer het, hè. Ik drukte niet op de schieten, omdat ik dacht, ja, je hebt hem. Want ik zag die omhaal zou gewoon ingezet worden. Nou, mijn omhaal miste gewoon. Het was gewoon een mis. Dat is de computer, hè, ook nog, hè. Ik kan niks doen. Maar een van waarom dan? Op de vleugel voor een voorzet. Ja, hij telt het toch als een no-hater, denk ik, hoor. Nou, wat een AIDS.
Zo! Dank je. Oh, wat doet hij? Nou, dat is helemaal niet de bedoeling dit, hè? Wat doet hij dan? Nou, wat is Jezus? Oh my god, oh my god! Wat is dat nou weer? Nou, wat is dit nou hier voor gezeur? Wat gebeurt er allemaal? Ja, dat ik het momentum op de woord heb. Nee. Zo. Pakt die bal goed op. Ja, dit is. Come on! Oh my god. Als op Joey Veerman gewoon, beste man van het veld. Zo, ja, ik zag de ruimte echt wel onder hoor, maar kreeg de bal weer niet. Oh, een kans om te schieten! Oh! Nog geluidsglitch, ik hoorde Wubbel Okkels weer, zij zitten er nog wel in. Mogelijkheden voor een counter. Dat is wel een goed teken, ik was al bang dat ze die eruit hadden gehaald. Oh, ik dacht hem had! Ik dacht hem had! Nee, dan ga ik nog verliezen ook nog deze week. Ik waar heb ik laten liggen? Ik wil wel ook in de goal terugzien. Tweede. Waar heb ik het laten liggen, jongens? Waar heb ik het... Wanprestatie, blik erop, ik heb uitgespeelde kansen gehad. Oh, je raakt hem wel met je omhaal, alleen dan raak je tegen mijn schouder aan. Het voelt toch een beetje als weggegeven dit. Uiteindelijk toch? Maar ja, 1-2 voor Heerenveen. Ik hoop het niet, hè? Ja, zo vind je man, in vorm. Maar dat zegt me gewoon helemaal niks, gewoon die persoon, snap je? Ik bedoel gewoon niet dat ze zeggen, nou, dat is echt de toekomst. Dat vind je helemaal niet. Jawel, maar ik bedoel, ik kan graag niet zo, ik denk, nou, ik daar kijken we over 10 jaar over terug. Nou, dat was toch eens, wat hè? Ik kan hem graag bij uitgezien, Joey Veerman. Nou, we gaan het zien. 1-2, dat is onze voorspelling. We gaan het zien. Ik zou zeggen, like even deze video, like de voorspelling achter. Tot de volgende keer. Bye bye, later.